Goedemorgen en welkom weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Het is donderdag vandaag, dus dat betekent dat Buddy en ik naar de hondenschool gaan opnieuw vandaag. Wat betekent dat ik dus heel veel snoepjes in hele kleine stukjes moet gaan snijden. Ze hebben mij gezegd dat we niet zo grote snoepjes mogen hebben. Dus ik ga al die snoepjes in hele kleine stukjes snijden. Buddy, moet je eentje hebben? Goedemiddag, ik heb me klaargemaakt. Ik heb een pull aan van de H&M, een broek van de Zara, All-Stars en een jas van de Zara. En ik heb geen make-up op en dit is de status van mijn zwangerschapsacne. Ja, het is niet ideaal, maar het kon erger. Het is al erger geweest, het is een beetje aan het kalmeren gelukkig. Ik ga nu de deur uit, want ik ga mijn wimpers laten bijwerken. Hallo! Wij zijn onderweg naar Hasselt. Wij gaan naar de Primark voor de babyboy kleertjes kijken. 50 per uur, Sevi. Flitspaal. Ik rij 43. Goed zo. Ik ken de flitspaal, joh. Je moet er elke dag voorbij. Dat waar. Babyboy is gesteld. Laat ik het zien. Maar nu hebben we wel ook echt alles. Nee, alleen een jasje nog. Ja, een jasje. Want we zijn wel daar. Naar waar? Maar hier kunnen we niet tussen. En nu gaan we nog iets heel spannends doen. Pas op met de zaak, want de auto's. Ja. Wij gaan naar de IKEA. Want onze mama en papa die zijn bijna jarig, die verschillen 4 dagen. Dus we gaan naar de IKEA, want ze moeten een nieuwe lamp. Ze moeten een nieuwe lamp. Ja, dan krijg ik dat niks meer. Ja, maar dit is niet mooi. Ja, en dit is zo bombastisch. Dat past niet. Dat is te laag. Dat is niet hoog genoeg. Dat had hoger moeten zijn. Dat was dat ook wel een optie. Ja, maar dat is zo'n beetje ook in de stijl van die lamp die er nu staat, niet? Ja. Ja, niet, ja, dat is toch ook zwart? Ik zou die doen. Ja, ik ook. Dan wacht hem. Daar hebben wij weer, hè. Lamp is uitverkocht. Maar hij was wel nog online te verkrijgen. Dus ik denk dat we die thuis online gaan proberen te bestellen. Ja. Goedemiddag. Het is maandag vandaag. Ja, het is maandag vandaag. En Anne heeft me juist een berichtje gestuurd dat hij eraan komt. Ik was 2 dagen geleden met Severine, met mijn zusje, was ik naar de Primark geweest, hebben jullie gezien. Ik heb daar een pakket met 5 rompertjes in gekocht. En nu deel ik die rompertjes hier open en die maat is echt mega klein. Die gaat er nooit in geraken. Dat is echt zo'n premature maatje voor als uw baby te snel geboren wordt. Laten we hopen dat dat niet zo gaat zijn. Dus ik ga dat ruilen. Dus we gaan naar Hasselt, naar de Primark. Ik moet ook nog, want ik had zwangerschapsbroeken besteld. Ik heb er eentje van aan. De allereerste keer dat ik een zwangerschapsbroek aan heb. Dus dan heb je hier dat onder je buik sluit. En dan heb je hier nog een stretchy. Nu, mijn buikje is nog niet zo heel groot. Dus het is nog allemaal een beetje te groot en te los. Maar het probleem is
Die zwangerschapsbroeken die zijn te groot nog. Maar mijn gewone broeken die zijn dus te klein. Maar zwart, er waren twee broeken die me echt veel te groot waren van die zwangerschapsbroeken. Dus die moet ik nog terugsturen. Dus ik moet ook nog langs de post. Plus mijn acne. Ik heb er nu wel schmink over. Maar het is echt... Het gaat echt niet beter. En ik ben bij de apotheker geweest, opnieuw, om dat te laten zien zonder schmink. En ze zei van, ja, maar dat is alleen maar een begin van je zwangerschap. Na 2 maanden gaat dat weg. Ik ben al 4 maanden in een week. Ja, dan gaat het niet meer weggaan, dat is voor de rest van je zwangerschap. Top. Ik zeg, heb je daar iets tegen? Ja, tegen hormonale zwangerschap hebben we heel veel pilletjes, maar je bent zwanger, dus je mag dat niet nemen. Top. Dus nu heb ik een nieuwe, een soort van wasgel om je gezicht mee te wassen en te reinigen. Die ga ik proberen, die ga ik testen. Dat heet Yoon. Ik weet niet of jullie er al van gehoord hebben. Blijkt een hele goede te zijn, maar als je zwanger bent, zou het wel een keer kunnen dat het niet werkt. Nee, ik heb voor de rest van mijn zwangerschap eigenlijk helemaal geen last meer. Af en toe ben ik 's morgens nog een keer misselijk en moet ik nog een keer overgeven. Maar dat valt echt heel goed mee. Het enige wat ik nog heb is acne op mijn gezicht en ook heel erg op mijn rug. Maar het is winter. Je doet pullen aan met lange mouwen. Dus niemand ziet dat. Dus het is allemaal echt oké. Ik ben ook niet meer moe. Nee. Dus wij gaan naar Hasselt. Anne is onderweg. En dan moeten we nog een paar stopjes in between doen naar de apotheek en naar de post. Voor de mensen die zich afvragen waar het buddy heel de tijd is. Ik slaap ondertussen bij mijn ouders. Al een maand, denk ik. Ja. En mijn mama en papa gaan heel veel met hem wandelen. En die zijn ook heel vaak thuis. Als je by the way de wind hoort. Mijn excuses, maar het is storm Kiara, gelijk ze die genoemd hebben. Het valt eigenlijk best nog mee, hier in Limburg toch. Ik weet niet hoe dat het ergens anders eraan toe gaat. Er is daarachter... Hier zo... Wel een boom geknakt, maar dat is nu, niet van nu. Dat is van een vorige storm die er nog altijd staat. Dus Buddyke is gewoon bij mij en Buddyke is nooit veel alleen. Want die heeft mijn mama en papa om mee te spelen, hè? Nuffelen? Nuffelen? Ja? Nike heeft ook geleverd vandaag. Ik had 2 paar schoentjes voor onze babyboy besteld. Ik zal ze nog rap laten zien voordat Anne hier is. Dit is het eerste paar. Maar hoe schattig! Zo. En dit is het tweede paar. Ik vrees dat die nog iets te groot gaan zijn als die pas geboren is. Maar dit is de kleinste maat die Nike heeft. Dus. Maar de zak van de babyboy met kleertjes en schoenen en mutsjes en begint goed vol te geraken. En er moet nog 1 hele grote bestelling komen. En dan zal ik een keer opnemen waar dat ik alles gekocht heb. Hebben we die? En voor degenen die geïnteresseerd zijn in hoeverre mijn buikje groeit. Het valt echt nog heel goed mee. Ik ben nu 4 maanden en een week. Dus dat betekent 17 weken. En het is nu momenteel dit. Zo, we zijn al in de Primark geweest. En het is niet alleen de vuilen geworden. Helaas. Oké. We zijn nu in... Heet dat hier Mesolab? Ja. Ja, oké. En Anne is aan het passen. Ze heeft een heel mooi kleedje gevonden. Maar ze is nog aan het twijfelen of ze het gaat kopen of niet. Maar ik vind het wel echt heel mooi. Gaat je nu dat bomberjacket nemen? Nee, dat is echt... Die mouwen zijn nog te lang. Ja? Ja. Nee, ik was niet overtuigd. Ik heb ook nog schoenen gepast, maar Anne vond het niet top, dus ik ga het ook niet nemen. Anne vindt het niet top. Nee, dan doe het niet. Zo,
Goedemorgen. Het is de volgende dag en het is 11 uur bijna. Ik ga me klaarmaken, want ik ga naar de Carrefour. En ik ben in België, dus het is echt de Carrefour waar ik naartoe ga. Want mijn ouders die moeten langer werken vandaag. Dus ik ga zorgen voor het eten. En ik ga tacos maken, maar daar moet ik nog een aantal dingen voor gaan kopen, want dat hebben we niet. Zoals gehakt en zo. Dus dat ga ik nu al even doen. Want dan kan ik daar al aan beginnen, aan die saus, want dat moet wel even pruttelen. Oh, ik heb zo slecht geslapen. Het heeft zo hard gedonderd, gebliksemd. Ik denk ook gehageld. Alleszins, het was heel harde regen als het geen hagel was. Maar, oh ja, ik zie ijs op de jacuzzi zitten. Dus ik denk dat het ook gehageld heeft. Ja. Dus ik heb weer niet zo goed geslapen. De nacht ervoor was die storm van Kiara. Ik denk dat dit nog een naschokje was van de storm van Kiara. Dus vanavond vroeg mijn bed in. Zo. By the way, ik ben dus ook bij de apotheker geweest nog een keer. Voor mijn gezicht. En ik heb een nieuwe zeep voor mijn gezicht. Aangezien dat tot nu toe niks werkt. En ik al 4 maanden en een half ben bijna. Zeggen ze dat dat waarschijnlijk de rest van mijn zwangerschap zo gaat blijven. Ik kan er maar alles aan proberen te doen wat het is. Hè. Dus ik heb een nieuwe zeep. Die zeep heet Yoon. Ik had er wel een keer over gehoord op reclames. Maar me nog nooit echt in verdiept. En dat is dus blijkbaar echt wel een hele goede zeep als je puistjes hebt. En niet alleen als je hormonale puistjes hebt, maar ook als je jeugdpuistjes hebt. Nu, ik heb die vandaag voor de eerste keer gebruikt. En ik moet zeggen, de geur is echt niet top. Het riekt echt verschrikkelijk. Dus zullen we zien. Zo, ik ben terug. En ik zal jullie even laten zien wat ik gekocht heb. Ik heb druifjes gekocht. Ik heb een broodje gekocht voor mezelf nu. Ik heb Spa Duo gekocht. Lemon en cucumber. Is laag in calorieën. En heeft toch een smaakje. Dus die gaan we testen. Ik weet niet of die lekker is. Dan heb ik ook nog een smoothie bij voor nu. Sinaasappel en aardbei. Ik ga vanavond tacos maken, dus ik heb tortillas bij. Rums en varkens gehakt. Ik heb 2 rijstpapjes bij. Ik heb zure room bij voor de tacos. Lenteuitjes. Geraspte kaas. Avocado's. En limoenen. Oké, ik had jullie beloofd om nog eventjes te laten zien wat ik al allemaal gekocht had voor onze babyboy. Nog niet alles is binnengekomen. Er is nog 1 pakket wat dat nog moet aankomen. En dan heb ik alles binnen wat ik besteld had. Maar die zal ik dan gewoon wel apart. Buddy. Maar, ja. Die zal ik dan wel gewoon apart een keer laten zien. Het is, zoals je ziet, al een hele zak. Maar oké, ja. Even nodig. Dus. Als allereerste heb ik deze slofjes. Die komen uit de HEMA en die had ik gehaald voor de foto. Om te
laten zien dat het een jongen was. Dan heb ik 2 paar schoentjes. Die komen van Nike. Die heb ik al een keer laten zien, denk ik. Dat zijn deze. Ik moet zeggen dat ik heel weinig dure dingen heb gekocht. Ik denk dat het duurste deze schoentjes zijn. Maar aangezien dat Boyan gesponsord wordt van Nike, dus uiteindelijk heb ik er eigenlijk 0 euro voor betaald. Dus dan is het iets anders. Dan gaat het zijn pakje van Hugo Boss zijn. Nu, dat was nog niet heel duur. Dit is 30 euro geweest samen. Voor het broekje en het blouseje. Omdat ik dat ben gaan kopen in Maasmechelen Village. En Maasmechelen Village heeft sowieso al outletprijzen. Plus, op dit pakje was er ook nog een keer extra korting op. Omdat dat het laatste weekend was van de solde. Dus uiteindelijk heeft dit pakje nog maar 30 euro gekost. En dit is echt gewoon mijn duurste aankoop wat ik gekocht heb voor de baby. Wat ik echt wel heel goed vind meevallen. En voor de rest ben ik in 2 winkels nog geweest hier in Limburg. Plus dan heb ik nog 1 bestelling geplaatst online via een webshop. Die kleertjes die zijn nog niet aangekomen, die ga ik dus nog laten zien. Dan ben ik als allereerste winkel naar de Zeeman geweest. En om mezelf naar de Zeeman te gaan, ik zou dat nooit zelf doen. Maar ik had op internet gevonden dat die wel hele toffe babykleertjes hebben. Dus ik dacht, weet je wat, zet de vooroordelen aan de kant en ga gewoon de Zeeman een keer binnen om te kijken naar die babykleertjes. Dat hoeft absoluut niet duur te zijn. Die groeien daar mega snel uit. Het is mega goedkoop, dus waarom zou je dat niet doen? Dus daar ben ik een heel aantal paar sokjes gaan halen. In verschillende maten. Want je weet natuurlijk niet hoe groot je baby gaat zijn als die er 1 keer uitkomt. Dus ik heb hier verschillende maten gekocht dat er zeker wel iets van gaat passen. En aangezien dat dit echt niet veel geld kostte, dacht ik ja, het is nooit weggegooid. Dan zeggen ze dat babytjes ook mutsjes nodig hebben in het begin. Dus ik heb daar 2 mutsjes gekocht. Dan heb ik in de Zeeman ook dit leuke rompertje van Winnie de Pooh gevonden. Een tof jeansje. Dit is niet echt een jeansje, dat is meer zo een joggingstofje. Maar het heeft wel het lookje van een jeansje, wat wel mega schattig is. Dan heb ik een pulletje met Love of My Life op. Ik heb nog een soort joggingbroekje. Dat was een pakketje van 2 die samen zaten. Dus daar hoort deze ook nog bij. Nog een rompertje. Nog een rompertje. En dan heb ik nog een pakketje van 2 slaappakjes. En deze. En dit allemaal samen. Samen met de mutsjes en de sokjes was voor 50 euro. Dan ben ik naar de Primark geweest samen met mijn zus. En daar heb ik als allereerste een klein doekje, knuffeltje. En dat rammelt een beetje. Dus die heb ik gekocht. Ik heb al 3 hydrofiele doeken gekocht. Voor borstvoeding te geven of eender wat. En dan heb ik daar echt een heel aantal kleren gekocht. Als in en dit. In de Primark vind ik dat de maten vrij klein vallen. Normaal gezien pak ik voor de babyboy pasgeboren maat 50. Hier moet ik echt maat 62 nemen om zijn maat te hebben. Daar heb ik een t-shirtje. Nog een t-shirtje. Daar heb ik een echt jeansje. Een zwarte. Een jeansshortje. Want hij wordt geboren in de zomer natuurlijk. Daar heb ik
een pakje met een broekje en een pulletje. Daar heb ik een pakje. Oei, waar is de onderkant? Met dit broekje en dit pulletje. Daar heb ik nog een jeansje, een lange. Heb ik een jeans hemdje. Dan heb ik een slaappakje. En dan heb je in de Primark ook echt heel veel van die pakketjes met rompertjes die allemaal tezamen zitten. Voor ik denk 11 euro dat je 7 rompertjes hebt. Dus daar heb ik 2 pakketten van gekocht. Deze is maat 56 en deze is maat 62. Dus dan heb ik al rechtstreeks 14 rompers voor 22 euro. Plus, dan heb ik ook nog 2 pakketten met allemaal toffe pyjamakjes. Dus ze zijn echt super, super leuke dingetjes. En in de Primark heb ik voor alles tezamen 120 euro betaald. Dus ik heb in totaal, plus dan komt er nog een heel pakket aan van 12 stuks van de site Patpat, als ik het goed uitspreek. Ze hebben ook een app. Dat is deze. Ja, dat staat echt gewoon letterlijk Patpat. Dus ik veronderstel. Ik heb in totaal 320 euro uitgegeven aan al de kleertjes, rompertjes, pyjamakjes, sokjes, teddyke, die hydrofiele doeken, pakjes. Dus dat kwam ik op 320 euro uit. Wat echt heel schappelijk is, vind ik, voor alles wat ik gekocht heb. Dus zijt je zelf ook zwanger? Of heb je al een kindje en je weet niet waar dat je leuke kleertjes kunt gaan kopen? Ik zou zeker de Zeeman aanraden. Die hebben hele toffe dingen, ook voor heel veel andere leeftijden. En het is spotgoedkoop. Primark zou ik ook zeker een keer langs gaan. Ik vind de kwaliteit van de Primark wel zelfs iets minder dan de kwaliteit van de Zeeman. Maar ook nog echt heel oké. En dan zou ik zeker ook een keer kijken op de site van Patpat. Dus ook echt, die hebben daar hele toffe, hele coole dingetjes die je niet zo gemakkelijk in de winkel gaat vinden. Ik ga nu terug alles mooi opplooien. Mooi terug in die zak steken. Ik ga hierbij ook de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Hebben jullie nog vragen over de kleertjes, waar dat ik wat gehaald heb, over de maten, weet ik het wat? Laat het weten in de comments. Vergeet zeker niet te abonneren en te liken. En dan zie ik jullie in de volgende weekvlog. Doei!